Oud papier. Nu wordt het in Eindhoven nog op straat aangeboden, maar vanaf volgend jaar is dat anders. Want de stad krijgt blauwe bakken voor oud papier en karton. Met de invoering van de blauwe bak denkt het stadsbestuur dat het afval beter gescheiden kan worden. Volgens de gemeente leveren veel mensen papier nu nog steeds niet gescheiden in. Met de bakken zou dat beter moeten gaan lukken. Veel Eindhovenaren hebben nu een groene en een grijze bak en daar komt dus een derde bak bij. Gemiddeld is ieder Eindhovenaar verantwoordelijk voor zo'n 200 kilo restafval per jaar. Dat moet op termijn 100 kilo worden.